Tot nu toe, training. Tevreden? Jawel. Ik denk dat we, ik zo naar de training kijk, wel weer een frisse energie in het nieuwe seizoen zijn begonnen. Ik denk dat iedereen wel even het hoofd leeg heeft gemaakt. En ik vind de energie goed op de training. Nieuwe trainer, Dirk Kuyt. Speler die zelf op een hoog niveau heeft gespeeld. Veel trainers heeft meegemaakt. Merk je dat ook al? Natuurlijk als voetbal heeft hij heel veel meegemaakt. En als trainer staat hij natuurlijk nog aan zijn begin. Maar je merkt natuurlijk wel wat dingetjes, weet je wel. Hij kan natuurlijk heel veel vertalen vanuit zijn eigen carrière. Of vanuit het voetbal zelf wat hij heeft meegemaakt, kan natuurlijk vertalen naar ons toe. Er zijn er wat spelers weggegaan. Ook over het algemeen niet de minste. Het was een beetje afwachten. Ondertussen, ja, er is wel weer wat bijgekomen. Tevreden tot nu toe als aanvoerder? Ja, zeker wel. Weet je, ik zeg al, morgen staat de eerste wedstrijd op het programma. Kijk, training is toch altijd anders dan wedstrijden. Er zijn wel wat spelers bijgekomen. We gaan in de aankomende wedstrijden kijken of het versterkingen zijn of hoe ze zich aanpassen aan het team. Moeilijk te beoordelen tot nu toe. Je kent nu de selectie van vorig seizoen, heel goed seizoen gedraaid. Als je dat een beetje af gaat zetten, voor zover dat nu al kan, de selectie in verhouding met vorig seizoen, zeg je dan sterker of kwestie van afwachten? Nou, op dit moment is ons team nog gewoon heel jong. Eigenlijk net vorig jaar hoe we in de voorbereiding zaten. Dus ik denk dat er nog wel wat bij komt. Eerlijk gezegd, ik hoorde ook wel dat ze wel bezig waren. Dus ja, dat is nu nog niet echt te vergelijken met elkaar. Ik denk dat je het begin van de competitie pas kan vergelijken met vorig seizoen. Er zijn wel spelers bijgekomen overal, maar ook wat jonge spelers, talentvolle jonge spelers. Ja, zeker. Weet je, maar ik denk dat het niet eens zo erg is. Vooral ook in de KKD. Het is toch wel echt een competitie waarin veel jonge spelers toch wel een podium krijgen. Vorig jaar hebben we ons ook gezien. We hebben vorig jaar ook niet het oudste team. Maar wel veel kwaliteit. En daar zijn we gewoon heel ver mee gekomen. ADO Den Haag wil ook graag met jou door langere termijn. Ze willen die er geloof ik openbreken. Hoe gaat het met de gesprekken? Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik heb zelf nog niet bij de gesprek gezeten. Ik heb alleen inderdaad gehoord dat ze wilden verlengen. Maar ik heb nog niet met ze gesproken in ieder geval. In ieder geval het aanblijven van een Thomas Verheid, een Gregor Breinburg. Ik denk dat dat wel heel belangrijk is voor de ploeg. Zeker. Tootje natuurlijk heel belangrijk voor onze goals, heb ik vorig ook gezien. Ik kan gewoon een wedstrijd beslissen. En Kerk is gewoon heel belangrijk ook voor ons in de restverdediging. In de duels het neerzetten. Gewoon ook ervaring op het middenveld. Dus het zijn zeker twee belangrijke spelers die gebleven zijn. In de oefenperiode, niet zoeken aansprekende tegenstanders. Laatste wedstrijd Volendam. Hoe moeilijk is het dan om te bekijken waar de ploeg dan staat? Ik denk dat het vooral ook gaat. Als je tegen goede tegenstanders gaat oefenen, je gaat er elke week met een paar 4-5-0 af. Ja, daar krijg je ook niet een goed gevoel voor. Dus ik denk dat het gewoon belangrijk is dat je ook je wedstrijden wint gewoon in de voorbereiding. Al zeg het ook niet zoveel. Maar ik denk dat Volendam wel een mooi graadmeter is. Natuurlijk, vorig jaar hebben ze natuurlijk ook meegemaakt hoe ze stonden met boven in de competitie met ons. Hadden we thuis ook gewoon moeten winnen van ze. En ja, we gaan nu Eredivisie spelen, dus kunnen we toch wel een beetje meten met hun hoe wij daar ook voor staan aan het begin van de competitie. ADO gaat ook op trainingskamp. Nou weet ik dat er voetballers zijn die eigenlijk wel een hekel hebben aan trainingskamp. Hoe sta jij daar tegenover? Ja, de trainingen zijn meestal wat zwaarder dan normaal. Daar is ook eigenlijk een trainingskamp voor. Maar vaak doe je ook altijd wel wat leuke dingen, ook qua teambuilding en dat soort dingen. Dus ik vind het altijd wel leuk. Gewoon even met de groep lekker weg. Je leert de groep ook wat beter kennen en dat je zegt veel nieuwe jongens. Dus dat zijn, ik vind dat wel leuk. Nou, we hebben een aantal trainingen erop zitten. Morgen dan de eerste wedstrijd. Een beetje zo'n traditionele wedstrijd. ADO een beetje voorstellen aan het Haagse publiek weer. Ja, zeker. Ik heb vorig jaar als de eerste keer dat ik het meemaakte. En toen keek ik nog wel van op hoeveel mensen erop afkwamen. Dus dat was zeker. Dat is gewoon leuk. En ik denk dat het ook voor die gast van Lakker die leuk is om gewoon tegen ons te spelen. En ik zeg gewoon een vriendschappelijk potje. Even lekker voetballen weer. Eerste wedstrijdje. Dus ik hoop dat het morgen ook weer lekker druk wordt. Okay, tot slot. Vorig jaar was je aanvoerder. Dit seizoen weer aanvoerder, was er nog niet over gesproken? Nee, is er niet over gesproken. Dus ik zeg altijd, ik heb die vraag eerder gehad en dan zeg ik, ja, zolang ik niks hoor, ben ik aanvoerder. En als het verandert, dan hoor ik het wel.